Welkom bij deze kortere week voor de pre-teaching. Een week waarin dat we enkel hoofdstuk 7 gaan bespreken, namelijk het belang van een evenwichtige en gevarieerde voeding. En vooral ook hetgeen wat daar mis bij kan gaan. Nu let wel op, dit is een serieus stukje aanvulwerk dat je moet doen in de cursus hoor. Want er zijn veel bladzijden dat ik even ga pauzeren, dat je het kunt bijschrijven. Zoals ze hier ook zeggen, in de start al, het is eigenlijk niet zo heel erg goed gesteld met onze gemiddelde voedingspatroon in België. Het is wat dan te veel suiker, iets te veel vet enzovoort enzovoort. Daar hebben we het al in de lessen over gehad. De voedingsdriehoek als richtingaanwijzer voor te zien van wat een goede gebalanceerde maaltijd is, die blijft natuurlijk, dat blijft bestaan. Die kennen jullie ondertussen ook al heel erg goed vanuit de IO-lessen. Dus wij gaan vooral kijken bij NW, niet zozeer naar de voedingsdriehoek, naar wat dat er misgaat als dat niet het geval is. En effectief wat je kan hebben als je een eetstoornis bij krijgt. Er zijn er meerdere, maar wij gaan ons vooral focussen op anorexia en bulimie in dit hoofdstuk. En we beginnen al eerst, nogmaals, pauzeer het videofilmpje gerust, om te gaan kijken van wat is nu juist het verschil, want het zijn twee woorden die je waarschijnlijk al wel van gehoord hebt. Nu, het grote probleem daarvan is vooral dat anorexia-patiënten, ja, die proberen effectief zo weinig mogelijk te eten, die aanzien zichzelf als te dik, terwijl dat helemaal het geval niet zo is. Terwijl mensen die last hebben van bulimia juist wel normaal eten, maar dan nadien heel erg snel terug gaan uitbraken, een soort van schuldgevoel dat daarbij te pas of gepaard gaat. Er is ook een verschil in lichaamsmassa tussen die twee. Deze is nog altijd een eetstoornis, maar je haalt wel iets binnen. Het enige probleem daarvan, dat erbij kan ontstaan, zit er vooral bij de hart- en bloedvaten in deze context. Want die eten wel heel erg veel junkfood bij die eetstoornis. En denken dan van, oh, als we dat dan uitbraken, dan is het probleem opgelost. Maar dat is absoluut niet zo. En nog een tweede probleem, doordat ze regelmatig gaan braken, kan er ook tanderosie ontstaan door al dat maagzuur dat daarbij zit. Let op, hier hebben ze wel een klein foutje gemaakt in de cursus bij het invullen. Die tanderosie door maagzuur bij het braken hebben ze hier ook bij anorexia gezet. Schrap dat, dat is eerder iets dat je terugvindt bij bulimia in dit geval. Mensen met anorexia die gaan zo weinig mogelijk proberen te eten en dan zie je dat er ook van alles mis begint te lopen met potafbraak, spierzwakte tot gevolg, ontstoken gewrichten omwille van het feit dat er ook allemaal te weinig vetstoffen opgenomen worden enzovoort enzoverder. Dit is een heel ernstige aandoening natuurlijk, want dat gaat gepaard met heel veel concentratieproblemen, heel veel depressie en angst en iets wat ze beide wel hebben. Een verlies van een gevoel van eigenwaarde onder deze twee. Dus vul dat rustig aan, bekijk die twee. Dat verschil moet je kunnen duiden als een van de doelstellingen. Dan, ook nog even belangrijk bij voeding. Er bestaat vaak zoiets als essentiële voedingsstoffen. Niet alleen essentiële aminozuren, zoals hier staat, maar ook essentiële vetzuren. En wat is essentieel? Essentieel mag je bijschrijven dat dat in principe niet door het lichaam zelf aangemaakt wordt. Ja. Dus dat is zowel het geval voor de aminozuren als voor de vetzuren. Als je die niet binnenpakt via je eigen voeding, dan heb je ze gewoon niet. Voor die aminozuren valt dat nog wel mee, want meestal als je iets eiwitrijk eet, dan krijg je die wel mee binnen. Maar voor essentiële vetzuren moet je er best iets meer voor gaan opletten. Dat zijn die befaamde omega-3 vetzuren en omega-6 vetzuren, waarover je zowel regelmatig eens iets leest in reclame. En rijk aan omega-3, rijk aan omega-6. Je kan dat binnenkrijgen via normale voeding. Je moet daarom niet echt extra gaan eten. Maar dan zit het er wel zaken bij die mensen misschien niet dagelijks eten. Hier zijn er zo een aantal, je moet er minstens 3 opzommen. Gigantisch veel, dus pauzeer gerust en vul aan. En welke zijn dan degenen met omega-6? We hebben hier ook al een paar erbij geschreven. Zonnebloem, safloer en sojaolie. Dus dat zijn vooral oliën waarbij je die gaat krijgen. Vitamine,
ook heel erg belangrijk dat je daar voldoende van binnenkrijgt, want dat is een van die microvoedingsstoffen die dat we al besproken hebben. En bij die microvoedingsstoffen, je hebt er niet echt heel erg veel van nodig, maar als je ze niet binnenkrijgt, dan kan het wel een probleem vormen. Wil ik dat je deze lijst per se van buiten kent, die dat hier staat? Dat hoeft voor mij zo niet echt. Hij staat ook wel een beetje lastig op zijn hoofd, sorry voor de mensen die dat zo moeten aanvullen, op dat vlak. Hoe wil ik dat jullie dat kunnen in opdrachten? Stel dat ik zeg van, kijk, deze persoon heeft, of je hebt later gewerkt in een, ik zeg maar iets, in een opvangcentrum voor kinderen of zo, en je merkt dat er een van die kinderen heel erg snel blauwe plekken heeft. Zelfs al krijgt hij, of zelfs bij niet al te ruw spelen, op welk soort van vitamine tekort kan dat wijzen bijvoorbeeld? En wat zou dat kindje dan best nog extra eten? Dus leer dat niet van buiten, maar weet ongeveer wel wat ze doen en probeer ze te herkennen in concrete casussen. Ja. In het volgende stukje, daar ga ik het volgende videofilmpje over laten maken. Ik laat u eerst deze even aanvullen. Dan gaan we kijken van wat doet een overdadige opname van voedingsstoffen met je lichaam en welke zijn zo de gevaren waar je daarbij moet letten. Oké, vul nu maar eerst deze in en tot het volgende.